Dames en heren, welkom op het Max Euweplein voor een heel bijzondere gebeurtenis vanochtend. Mijn naam is Jeroen van den Berg, ik zit in het bestuur van het Max Euwe Centrum. Dat ligt daar achter mij en zeker de moeite waard om eens een bezoekje aan te brengen. Dat raad ik u allemaal aan. Wij gaan straks een bijzondere dans zien waarover de heer Roeland Rengeling, de wethouder van jeugd en cultuur van het stadsdeel Centrum, straks nog iets gaat vertellen. En voordat we daar allemaal aan beginnen, wil ik nu alvast de mensen bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Dat is van het Max Euwe Centrum, Lorena Zevedij, die staat daar. Karin Giesen, waar is Karin? Die heeft het ook mogelijk gemaakt. En Bert Kistjes uit Wijk aan Zee, waar de dans trouwens morgenmiddag ook wordt opgevoerd. Mocht u deze nogmaals willen zien. En uiteraard de dansers zelf en de ondernemersvereniging van het Max Euweplein en de stichting de Schaakbond Groot Amsterdam. En dan geef ik nu graag het woord aan de heer Rengeling. Dankjewel. Goedemiddag dames en heren. Ik zal mijn verhaal in het Engels doen. Met name omdat de dansers die u hier ziet uit Tsjechië komen en ze toch een kans te geven iets mee te krijgen wat ik hier vertel. Ladies and gentlemen, good morning. Welkom in Amsterdam onder Max Euweplein. The Max Euweplein, named after the great Dutch grandmaster of chess, who was world champion, but I don't know when that was. Those people can tell. I'd like to welcome students of the School of Performing Arts from Bystřice in Czechia. They will perform for you this morning a chess dance. You will do the translation? Okay. They will do this morning a chess dance. Now. Very special performance by this group of students that really depicts what chess is all about. They dance on music, they will try to follow most of the rules of the games of chess and depict the passion that's on the board there. This performance was made possible by grant of the European Union, and we'd like to thank them for that. And what's also special is that this performance is from Czechia, this little village of... Thank you.
Thank you.